Goedemiddag, mijn naam is David van Wodegom. Welkom bij de mini-cursus Ontpillen. Deze maand gaan we het hebben over antidepressiva. Er zijn 1 miljoen mensen in Nederland die antidepressiva slikken. En als je ernstig depressief bent, is het fijn dat er pillen zijn die je kunnen helpen om daar weer uit te komen. Maar voor mensen met lichtere vormen van depressie zijn er heel veel andere dingen die ook goed kunnen helpen. Zo is bijvoorbeeld goed onderzocht dat praten met een psychotherapeut of met anderen vaak net zoveel verlichting kan brengen als pillen. Ook voor regelmatig bewegen. Dat kan wandelen zijn, maar ook bijvoorbeeld hardlopen. Is aangetoond dat veel mensen daar baat bij hebben. Wat ik sowieso zou willen aanraden is om een stemmingsdagboek bij te houden, waarop je op momenten van de dag bijhoudt hoe je op dat moment voelt en een overzicht hebt van je activiteiten op zo'n dag. Dan kun je na 1 week of 2 weken daar patronen in zien, dat op dagen waarin je bepaalde dingen doet je altijd gelukkiger bent dan wanneer je met andere dingen bezig bent. En zo kun je door meer dingen te doen waar je een gelukkig gevoel bij hebt, soms je stemming een stuk verbeteren. Dat is ook een goede tip voor mensen die niet depressief zijn. Deze maand heb ik allerlei tips verzameld van dingen die bewezen effectief zijn bij depressie, behalve naast je pillen. En het is belangrijk om te beseffen dat het stoppen van antidepressiva altijd moet gebeuren onder begeleiding van een arts. Want je kunt niet zomaar stoppen met antidepressiva, je moet het langzaam afbouwen. Dus houd het in de gaten. Kijk eens naar de tips en de video's met achtergrondinformatie en laat ons weten wat je ervan vond. Graag tot de volgende keer.